Koen Maris, uit de poll is gebleken dat jij een publieksfavoriet bent voor een van de winnaars van de F1-bokaal straks in Haarlem en Blauwhuis. Hoe sta jij erin? Oh ja, oh. Ja, oh ja. Als ze dat zeggen, we gaan het heel jaar goed, maar Haarlem heb ik nog niet eerder gereden, dus dat moeten we even uitvogelen. Ik ga met een andere auto. Jeffrey is op vakantie, dus we nemen stiekem zijn auto mee. Die van mij die wordt deze week gespoten voor Engeland alvast. Ja, we hebben er zin in, we gaan het proberen, we gaan ons best doen, net zoals altijd. Hoe voelt dat nou, dat het publiek eigenlijk jou al een van de kanshebbers ziet voor die stokker even één bokaal voor de beide dagen? Nou ja, dat is een goed teken natuurlijk, daar hebben we toch nog wat fans. Hè? Nee, zeker, dat is leuk om te horen. Daar doe je in ieder geval nog goed mee. Ga je alleen de zaterdag in Jeffrey's auto rijden of pak je hem dan het hele weekend? Nee, ik zit nog te twijfelen of zaterdag is niet van mij. Of zondags, we gaan even kijken welke dagen we waarin gaan. En het hangt er ook vanaf hoe heel hij hem vandaag houdt natuurlijk. We gaan het zien. We zullen het zien. Zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus. Autocross Haarlem en Speedway Blauwhuis, Def 1 Bokaal.